Op het dorp sta ik hier vooral bekend als de fietsende dokter. En dat betekent als mijn fiets niet voor de praktijk staat, dan schrikken mensen van, is ze er wel? Elke Nederlander heeft een huisarts en dat maakt dat op het moment dat er een medisch probleem is of er is een probleem bij iemand, de eerste stap die genomen wordt is naar de huisarts gaan om dat probleem te bespreken. Dat maakt dat de afstand tussen patiënten en mij als huisarts heel klein is. En een huisarts, zeker een praktijkhoudend huisarts, zit gemiddeld 20, 25 jaar in een praktijk. Dat betekent dat je meer dan 20 jaar met mensen oploopt. Zeker als je een wat vaste populatie hebt. Kinderen zie je van baby naar jong volwassen komen. Je maakt ze mee de ontwikkeling. Pubermeisjes die voor anticonceptie komen. Maar je maakt dus ook mee dat mensen 55 zijn op het moment dat je de eerste keer ze ziet. En ook de gevolgen van het ouder worden of door de jaren heen allerlei andere aandoeningen krijgen. Alles komt voorbij in je spreekkamer. En dat maakt ook dus dat je die hele maatschappij voorbij ziet komen. Ik krijg heel vaak mensen in de praktijk terug die een hartinfarct hebben gehad, komen bij de cardioloog vandaan, met een ontzettende grote doos aan medicijnen. En die komen letterlijk bij mij de praktijk binnenlopen en zeggen van ja, al deze medicatie, dat is toch, moet dat allemaal, help. Ik heb gemerkt dat als mensen niet goed begrijpen of niet goed uitgelegd wordt wat er aan de hand is, dat dat ook een effect heeft op het gebruik van de medicatie. Mensen hebben vaak wel de juiste begeleiding vanuit het ziekenhuis, maar de impact van een behandeling, de impact op hun dagelijks leven, maar ook de impact op hun omgeving, die wordt heel vaak vergeten, is iets wat ik als huisarts echt meebreng naar het college. Geldt ook voor de lange termijn gevolgen. Bijvoorbeeld een behandeling. Je kunt een kortdurende behandeling krijgen in het ziekenhuis. Maar de lange termijn van een specifieke behandeling is iets wat je als huisarts ziet en ook weer als kennis meebrengt naar het college.